Ja, Jan Olderikering, nieuwe trainer Sportclub Heerenveen. Ja. Welkom. Ja, waarom is uw keuze op SC Heerenveen gevallen? Nou, het is dus natuurlijk niet alleen van mijn kant. We hebben natuurlijk gesprekken gevoerd voorafgaande aan vandaag. En nou ja, goed, dan zijn we. Uiteindelijk was het gevoel heel goed. En Heerenveen heeft heel duidelijk aangegeven wat de verwachtingen waren omtrent de nieuwe trainer. En dat, ja goed, ik heb wel het gevoel dat ik in dat profiel pas. Ja, Jan is een ervaren trainer die allerlei functies bekleed heeft in het voetballen. Hè. Hoofdtrainer geweest, assistenttrainer, hoofdopleidingen, binnen- en buitenland, bij grote clubs gewerkt. Dus een hele ervaren, stabiele persoonlijkheid. Nou ja, ik heb natuurlijk in Nederland 11 jaar bij Ajax gewerkt. Dat is eigenlijk van onder 11 tot een heleboel jeugdelftallen, assistenttrainer, eerste elftal tot jonge Ajax. Dan ben ik in het buitenland gegaan. Ik heb in België gewerkt bij AA Gent als hoofdtrainer. Toen ben ik naar Porto gegaan als assistent bij Co-Adriaanse Oekraïne geweest. Toen teruggekomen bij Ajax als hoofdjeugdopleidingen. En toen naar China gegaan. En uiteindelijk was mijn laatste club Galatasaray. Ja, niet de minste. Nu voor het eerst voor u de Eredivisie in, hè? Ja, maar moet ik zeggen, dat vind ik echt een. Dat is wel iets wat me heel blij maakt. En ik ben blij dat ik in de Eredivisie een kans krijg om trainer te worden. En ik ben vanzelfsprekend trots dat dat bij Heerenveen kan. Ja, en in wat voor opzichten past u bij deze club? Nou, ik denk dat er heel duidelijk is. Er zijn drie pijlers die we echt heel nadrukkelijk besproken hebben. Dus dat de eisen topsport zullen zijn. Dus dat, nou goed, daar heb ik natuurlijk genoeg ervaring in gehad. En ik denk dat ik dat ook wel zal overbrengen op de groep. Tweede is dat er verbinding moet komen. Dat betekent niet alleen verbinding met de mensen die bij Heerenveen werken, maar ook de verbinding tussen het elftal en het publiek. En dat, ja, goed. En één ding wat natuurlijk heel erg belangrijk bij Heerenveen past, is het opleiden en ontwikkelen van jonge talentvolle spelers. En ik zeg, die drie pijlers die zitten eigenlijk ook als een rode draad in mijn CV verwerken. Nou, Jan is natuurlijk geen onbekende in de voetbalwereld. Is natuurlijk wel een tijdje uit Nederland geweest. Dus misschien voor een aantal mensen uit beeld. Maar goed, vanaf het eerste moment stond hij bij ons op de lijst. Had een beetje verwacht dat hij ook door zou gaan in China. Maar uiteindelijk heeft zich de kans aangediend om hem hier binnen te halen. En hij heeft ook vooral heel veel ervaring met jeugdspelers, ja. Jeugdopleidingen. Is dat iets wat jullie prefereerden? Ja, we hebben een profielschets opgesteld en daar kwamen drie kernpunten wel echt naar voren. Hè. Dus werken met eigen spelers, opgeleide spelers en gescouten spelers. Met zijn ervaring bij Ajax en als trainer en wat zeggen binnen en buitenland. Zowel met ervaren jongens als met jonge jongens. Het tweede was de manier van spelen, attractief voetbal. Nou, dat heeft hij ook bewezen. Nou, als je een aantal jaren bij Ajax zit, iedereen kent het verhaal van Ajax. En heel erg werken met individuele ontwikkeling van spelers. En dat die drie punten voldoet hij prima. Ja, is dat een soort specialiteit van u, het omgang met jonge spelers? Wat we hier ook veel zien natuurlijk. Nou ja, goed, in het begin van mijn trainingscarrière heb ik natuurlijk wel heel veel met jonge spelers te maken gehad. Later natuurlijk weer als hoofdjeugdopleidingen. Maar goed, ik ben ook in andere functies natuurlijk werkzaam geweest als hoofdtrainer. En natuurlijk als laatste met Galatasaray, dan heb je wel een hele andere coachingsjob eigenlijk. Want dat zijn allemaal jongens, ze zitten 27 en 33, die allemaal international zijn. Dus dat was weer een hele andere vorm, maar goed, ik heb me altijd wel erg goed gevoeld bij het begeleiden en opleiden van jonge spelers. Ja, en de Friesen mogen graag vermaakt worden, aanvallend voetbal. Past dat ook bij u? Nou ja, de clubs en natuurlijk die waar ik gezeten heb, die hebben die filosofie ook. Dus, en ik weet dat het ongelooflijk belangrijk is om de relatie met het publiek, hè, en zeker met de speelwijze, dat ongelooflijk belangrijk is. Dus dat zal ook een hele grote prioriteit hebben. Ja, en hoe staat het met de rest van de staf? Is dat al bekend? Ja, de bestaande staf blijft bij elkaar. Hè. We hebben nu een nieuwe hoofdtrainer en er zal nog een nieuwe assistenttrainer komen. Maar de rest van de staf zal gewoon blijven het komende jaar. Ja, en vandaag de aanstelling. Wat is nu uw eerste stap? Nou ja, dat is zoals bij elke club, hè, zullen zal het elftal wat volgend jaar er moet zijn, dat zal het belangrijkste zijn. Dus dat zal afhankelijk worden van eventuele transfers of het bekijken van nieuwe spelers. Dus dat is eigenlijk nu het belangrijkste. Ja, heel veel succes. En natuurlijk de club leren kennen. Ja, zeker. En een huis uitzoeken, want ik ga hier wel wonen. Ja, in het mooie Friesland. In het mooie Friesland, ja. Tot
Top, heel veel succes. Dankjewel.